Hallo, ik wil iets delen over veranderen. Veranderen wil zeggen van de ene situatie naar de andere. Of dat iets anders wordt dan het nu is. En we denken daarbij dat dat iets is wat wij zelf kunnen doen. De hele spiritualiteit is eigenlijk gericht op veranderen. Op meer heel worden, meer compleet, van een ik of een ego gaan naar een onbegrensd zelf of naar eenwording met God of naar eenwording met de bron of van niet thuis zijn, thuiskomen. Het heeft altijd te maken met een verandering die dient plaats te vinden. Um, Voordat we ja, rust kunnen vinden, vrede kunnen vinden, geluk kunnen vinden of wat dan ook. Dus in alle spirituele stromingen is verandering eigenlijk waar het om draait. En tegelijkertijd wordt dan ook in heel veel ja, stromingen wel gezegd: van er ja, hoeft niks te veranderen, je dient alleen te beseffen dat je er nu al bent, of je dient alleen uh, weg te nemen wat er in de weg staat. Je hoeft alleen je te, van je illusies te bevrijden, of je van je verleden te bevrijden. Uh, en dan um, ga je zien dat je altijd al bent wat je bent. Maar er is altijd nog iets wat weg moet. De illusies moeten weg. Uh, um, Waar je nu meestal de last moet weg, of nou ja, en we denken dan dat we daar werk voor kunnen verrichten. Dat het dus niet vanzelf gaat. Dat het aan ons is. Dat wij die macht en die kracht hebben om iets in of aan onszelf te veranderen, zodat we anders worden. Zodat we een meer vervullend. Leven kunnen hebben, zodat we minder neurotisch of ongelukkig of gestrest, gespannen, bang, boos, eh, schuldig of wat dan ook eh, zullen worden. En nu is de grap dat dat niet werkt en dat verandering jou niet nodig heeft om ogenschijnlijk te geschieden. Dat dus alles en dus veranderen ook vanzelf gaat. En dat het niet eens zo is van nou als je, je er niet meer tegen verzet dan gaat het gebeuren of dan gaat het sneller of dus dan wordt je er niet tegen verzetten of je aan, eraan overgeven dan wordt overgave of meegaan in de flow wordt weer iets wat je kunt doen of gaat doen of denkt te moeten doen. En dat alles is deel van de droom. Er is niks wat je kunt doen. En niet omdat je onmachtig bent, al ben je dat wel, maar dat, die onmachtig, dat onmachtig zijn of dat niets kunnen doen, komt voort uit het feit dat er niemand is. Dat je er dus niet bent, laat staan dat. Je machtig bent of dat je iets kunt doen. He, dus iets kunnen doen is eigenlijk kracht of macht hebben. Vermogen hebben om uh, als, als individu iets in gang te zetten. En dat lijkt dus wel zo te zijn, omdat we dus op een bepaalde manier kijken. Uh, als ik zijnde en denken als ik zijnde, waardoor het lijkt dat het ons aandeel is of het aandeel van, de, van een ander iemand die macht heeft, dat er bepaalde veranderingen plaatsvinden. Maar die veranderingen, die gebeuren toch wel, of niet? Het heeft niks met ons te maken. Helemaal niks. Omdat... We er niet zijn. Het ik, het individu, het persoon zijn is een soort toegevoegd iets wat wij zelf hebben toegevoegd in die droom. Dus het is een droomtoevoeging. En er is helemaal niks nodig. Veranderingen gebeuren ogenschijnlijk of niet. En ik zeg ogenschijnlijk omdat er in wezen niks gebeurt. Het is niet werkelijk, dus wat we denken te ervaren en te zien en mee te maken, is deel van de droom, het gebeurt niet werkelijk. En we zeggen, nou dan is verandering ook niet werkelijk. Nee, niks in tijd en ruimte is werkelijk omdat het hele idee van tijd en ruimte een droom is. Dus alles wat zich binnen die droom ogenschijnlijk lijkt af te spelen gebeurt ook niet. Maar zitten we dan alleen maar in de leegte? Nou, die vraag is ook al onmogelijk te beantwoorden want we zitten niet we zitten nergens, we zijn nergens. Dus we zijn ook niet in een leegte, omdat er geen tijd en ruimte is. En dat is de angst van het ik. Van ja, maar als tijd en ruimte nou niet bestaat en niets is werkelijk, ja, dat is, dat is een ramp. Want dan zijn we er niet en dat roept zoveel angst en, en misschien ook zinloosheid op. Maar de wonderlijke is dus dat het er nooit is geweest en dat alles, <coughs> ja. Um, Oogenschijnlijk vorm krijgt, maar dat al die vormen um, niet iets zijn en dat, dat de eenheid altijd volkomen heel en zichzelf is. En dat al die fragmentatie die wij oogenschijnlijk zien en ook ervaren, gedroomd is. En over dat wat dus is, kunnen we niks, niks zeggen, kunnen er niks over uitleggen. Het zijn allemaal verschijningsvormen. Uh, dus dus dat, wat vers, dat wat is, is één met de zogenaamde verschijningsvormen. Maar het is niet zo dat er. Een bron is en dat vanuit die bron uh, iets geschapen wordt als uh, zogenaamde afgescheiden dingen. En dat die afgescheiden dingen, hè, dus de, bijvoorbeeld het ik, weer terug zou moeten naar de bron om heel te worden. Omdat die dan afgescheiden is als ding. Die hele afgescheidenheid bestaat niet. Dus het is niet zo dat de afgescheidenheid één is met de bron. Maar er is helemaal geen afgescheidenheid. En daarmee is er dus ook geen bron. Zowel de bron als de afgescheidenheid zijn deel van dezelfde illusie, van dezelfde droom. En wat de eenheid is, ja, daar kan dus niks over gezegd worden. Nou, tot zover. Ik heb er toch weer dingen over gepoogd te zeggen. <laughs> Dankjewel voor het luisteren.